Nieuweling Robert Klaassen, je staat ongetwijfeld te trappelen om je debuut te maken. En het ziet eruit dat je in ieder geval bij de wedstrijdselectie zit tegen RKC Waalwijk. Ja, klopt. Normaal gesproken zit ik bij de selectie, ja. Wat heb je kunnen laten zien sinds de tijd dat je hier bij Sparta bent? Want vanaf de winterstop train je mee. Tijdens de winterstop is ook je een contract aangeboden. Wat heb je kunnen laten zien aan de trainer? Ik denk dat ik een goede indruk heb achtergelaten. Dat het voetballende vermogen erin zit en ja, dat we nu nog aan de andere dingen gaan werken. En ja, voor de rest denk ik dat ik met de wedstrijd die ik gespeeld heb, een goede indruk heb achtergelaten. Zo zie je wel eens bij clubs dat er een versterking direct in de basis begint. Jij begint op de bank. Kan je daarmee leven? Ja, natuurlijk. Het team staat bovenaan. Het heeft goed gedraaid. En ik weet ook dat het tijd kost, maar ik ga er hard voor werken om gewoon in de ploeg te komen. Wat is je eerste indruk? Ben je nu onderdeel van een ploeg die mogelijk kampioen kan gaan worden? Ja, wat ik heb gemerkt ook in de oefenwedstrijden tegen Cambuur en tegen Lierse, denk ik dat een hele goede indruk is achtergelaten, ook op het voetbalgebied. En ik denk dat er een heel sterk team staat, ja. Je bent nog niet al te oud, maar je hebt toch al een reeks van clubs achter je naam staan, hè? Ja, klopt. Ik heb een paar clubs achter mijn naam staan. Twee iets langer, drie. En twee van een jaar, ja. Maar goed, qua opleiding heb je denk ik een goede opleiding genoten. Want je hebt bij Feyenoord gezeten, bij Ajax, bij AZ. Het zijn niet de minste clubs om een opleiding te genieten. Nee, zeker. Met de opleiding was zeker niks mis. En ik mag blij zijn dat ik bij die clubs heb mogen ruiken. Waarom ben je nooit bij een van die clubs gebleven? Bij AZ ben ik eigenlijk tot aan het eerste erbij gebleven. En toen op een gegeven moment kwam ik bij de selectie en dat was zo'n grote groep waardoor de concurrentie gewoon te groot was. En ik eindelijk niet de stap heb kunnen zetten om definitief door te breken daar. Toen koos je voor een Belgisch avontuur. Is dat er niet van geworden wat je had verwacht? De eerste twee jaar die verliepen gewoon volgens plan. Ik heb vorig jaar heel veel gespeeld. En sinds dit jaar is een nieuwe trainer gekomen met een nieuwe club-eigenaar. En die hebben best wel veel spelers meegenomen. Waardoor ik eigenlijk vanaf dag één geen kans heb gehad. Hoop je nu wel op een kans. RKC, wat is jouw indruk van die ploeg? Of weet je nog niet al te veel van de competitie, omdat je een tijdje in België hebt gezeten? Nee, ik heb de competitie ook gevolgd thuis. RKC is denk ik een lastige ploeg, omdat ze onderaan staan. Die hebben ook de punten natuurlijk nodig. Ze spelen heel gegroepeerd. En ze hebben een paar snelle spelers voorin. Kijk je ernaar uit hier debuteren thuis? Want thuis zijn jullie voor de winterstop in ieder geval ongenaakbaar. Kijk je ernaar uit? Ja, zeker. Tuurlijk. Als je mensen vertelt over Sparta, gaat ook altijd het kasteel. En ik vind het natuurlijk prachtig om hier uiteindelijk misschien het debuut te maken. Succes morgen. Dankjewel.